Gefeliciteerd, Jong Sparta wint vandaag met 2-1 van GVV. Ja. Kan je tevreden terugkijken op de wedstrijd? Nou, qua resultaat gezien zeker, want we hebben 3 punten erbij. Als je naar het spelbeeld kijkt, dan dat is wel een beetje de trend, hè, van na de winter. Tegenstanders komen hier echt om in te graven en veel te verdedigen. En dat was vandaag niet anders. En dat hebben we soms heel goed uitgespeeld en soms wat minder. Dus daar moeten we wel kritisch op zijn. Ja, had je wel het gevoel dat jullie de wedstrijd nog zouden omdraaien in de slotfase? Nou ja, je ziet wel dat die, zolang wij het tempo hoog blijven houden, zie je dat de tegenpartij, ook in dit geval GVV, had het heel moeilijk om de ruimtes klein te houden, doordat de vermoeidheid in die ploeg sluipt. Dat heeft met onze fysieke basis te maken, die is gewoon op orde. En uiteindelijk, als die ruimtes groter worden, worden de kansen ook wat groter. Ja, je zei op het spelbeeld kan ik niet helemaal tevreden terugkijken. Ligt het dan puur op basis van de kansen die jullie creëren? Omdat die eigenlijk schaars zijn? Ja, zeker. Kijk, ik vind dat onze opbouw is goed voor elkaar. Daardoor worden we dominant op het veld. Dus we krijgen vrij makkelijk de tegenstander teruggeduwd op een eigen helft. Alleen, dan gaat het erom van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we kansen creëren? En soms gaat het heel, heel behoorlijk. Alleen, ik vind dat we daar nog veel beter in moeten worden als we echt wedstrijden naar ons toe willen trekken eerder. Ja, waarom lukt het niet om kansen te creëren, wat eigenlijk de afgelopen wedstrijden ook moeizaam ging? Ja, maar kijk, het is gewoon hartstikke moeilijk, omdat je hebt zoveel de bal op de helft van de tegenpartij met zoveel spelers in zo'n kleine ruimte. Dus er moet zo ongelooflijk secuur gewerkt worden en op het juiste moment vooral met de juiste richting en de juiste snelheid gebruikt worden om uiteindelijk een kans te creëren. En dat is gewoon bekend, dat is gewoon hartstikke lastig. En soms gaat dat heel behoorlijk en dan creëren we een aantal kansen op rij. Maar ook een groot deel van de wedstrijd is het gewoon pittig. Ja, je zei al, ploegen graven zich vaak in bij ons. Heb je het idee dat ze zich meer terugtrekken dan dat ze voor de lange winterstop deden? Zeker. Kijk, ik denk dat het gewoon bekend is dat Jong Sparta een heel goed voetballende ploeg is. En wij hebben liever dat tegenpartij hier komt om hoog druk te zetten, want dan worden de ruimtes wat groter om in te voetballen. En dat zag je voor de winter ook wel. Dus dan kregen we, als we meer ruimte hebben, was het makkelijker om erheen te spelen. Creëerden we makkelijke kansen. En dat wordt ons nu wat lastig gemaakt. Dat is voor ons weer een uitdaging om daar weer een nieuw antwoord op te vinden.